Ik kan verder niks meenemen. Probleem. Kunnen eventueel metal bars omsmelten, maar ja, hoeveel metal sheets hebben we nodig? Niet zo heel veel, toch? Moment. We hebben meer dan de crowbars, voor mijn gevoel. Toch? Ik ga weer in de auto, hè? Nog een crowbar. Ik heb nu 1, 2, 3, 4 crowbars. Ik heb de 2 in mijn backpack en 3 op mij, zeg maar, als primary, secondary en tertiary. Rij je mee of durf je het niet aan nu? Ik ben heel voorzichtig, zeg. Ik doe altijd voorzichtig. Maar het is die game die niet al te lief is. En zo is het de game te donker en dan zie ik een steentje niet. Okay, net gaf ik al vol gas over zo'n heuveltje heen, maar ik weet nu dat hij er is. Anders kunnen we er altijd nog uitspringen, oké. Okay. Jij zit erin toch? Ja, ik zit erin. Ik weet niet waarom, maar ik heb wel een zere buik nu. Omdat ik vermoed dat we echt over de kop gaan vliegen omdat iemand onze auto kapot gaat schieten. Maar... eens met een AR-15 of zo. Moet ik scrap metal nog hebben, ja. Zet ik eerst de auto weer in de base. En dan haal ik dan vol scrap metal daar van die kettingbots in bij ons, ja. Dan kunnen we nieuwe kistjes maken. Anders weet ik het ook niet. Zet ik ze wel in een andere hoek trouwens, bij mij. Niet in die hoek zomaar, maar aan de andere kant van mijn huisje. Niet dat het waarschijnlijk uitmaakt. Maar puur voor dat stel ze respawnen opeens weer om onbekende reden. Dus ik game ook nog wel dus van daar gebeurt nooit. Nou ja, daarom, anders staan ze in elkaar en dat is helemaal kut. Waarom trilt het beeld zo? Ik weet niet. Denk ik ook niet, dit is een sniper dude daar. Oké, we gaan even belachelijk extreem ver rijden. Voor het gevoel dat. Ah, ik ben er al niet meer in, hè. Ah, oké, je bent er al uit. Tje. Hallo, zombie. Nou, ik was even een rondje aan het rijden, namelijk. Ik rijd nu een rondje om Sanfo's base. Onder Jan base door. Puur zodat die lui niet precies weten waar onze base is. We zijn gewoon doorgereden die kant op, zeg maar. Ah, daar zitten er eerst twee. Ja, die zitten hard. Vertrouw dit al zo hard niet meer. Maar ben je al lang terug? Of dan ben je er al lang uit, bedoel ik? Als een eind terug. Ah ja, ik ben er al even uit. Ah, for fuck's sake, dan moet ik die parts weer pakken. Battery. Parkpleuk. Zachtjes de heuvel op, jongen. Kut. Close door. Auto weer. Off-roadered. Het gaat wel sneller zo met de auto, ik zeg. Ja, wel. Heb je heel snel een crowbar of 4 web? Ja, dat wel, ja. Ja, 10 eigenlijk in totaal. Mijn dingen zitten nog steeds in. Die zitten er nog steeds in. In de barbecue. Oh, perfect. De kistjes zijn nog steeds niet terug. Sorry. Ik moest wel iets doen. Ik ga even scrap metal tikken, denk. Genoeg scrap metal dat ik een kistje kan maken. Dus gewoon 2 keer scrap metal. Zal ik dan een kistje kan maken, dan kan ik tenminste even wat storen. En dan kan ik dan wel verder. Dat is mijn plan. Al mijn spikes zitten er nog wel omheen. Punji spikes. Dat is raar, het is echt selectief wat er verwijderd is, alleen de loot containers. Ja. En ook raar dat de deur open stond, en bij Sanfo niet. Maar bij Sanfo is ook alles net zo hard weg. Dat is dan wel weer knap. Inderdaad. Waarom dat disconnected was? Waarschijnlijk gewoon een server desync ofzo, dat die terug is gezet naar weet ik veel wat. Ik noem ook maar wat, maar... alles kan. Oh, for fuck's sake, we hebben alleen één probleem. Heb jij nog een wooden axe? Nee, ik het dus ook niet. Dus we kunnen ik geen bomen maken. Ik heb 9 planks weggedaan voor de crowbar mee te nemen. Ik dus ook. Ik heb mijn wooden axe weggedaan om een crowbar mee te nemen. Dus we kunnen niet de wooden kut. Ik wou zeggen, ik heb nog wooden planks had ik in mijn kistje, maar ja.
kistjes weg. Een Sampo is er niet. Die heeft waarschijnlijk al moeten een ex bij zich. Maar... Ah, kom op jongen. Heb jij nou de beesten? Nee. Komt er iemand anders aan? Ja, klopt. Met een wit shirt. Ik heb al 3 scrap metal. Jee. Ik ga alsnog met mijn barbecue plant door hoor. Ik zet 1 barbecue in mijn huisje. Waar ik echt de belangrijkste dingen in flikker, zoals metal. Zodat dat niet weggaat. Voor de rest in de kistjes maakt me dan wat minder uit. Mocht het nog een keer gebeuren. Toch? Daar kan ik dan nog mee leven. Dat kan niet meer gebeuren. Nee, oké. Okay, maar... Ah ja, ja. Aan de ene kant is het natuurlijk early access nog steeds, maar... Daarom is het ook kut als het gebeurt. Hopen dat die jongen niet zomaar een base binnen kan lopen omdat er een muur gedesynct is, dan heb ik al een probleem. Aangezien alles nog in de is toch geen muur gedesynct. Oké. Okay. Nou, maar dat jullie bij die waterbezen, bij mij wel. Oké, ik ben deze crowbar gewoon even aan het kapot slaan. Als ik nou eventueel een wooden axe vind nog, ofzo, dan kan ik die gauw gebruiken om een boom om te hakken. Kunnen we tenminste kistjes maken en shit. Maak mij eerst dan een barbecue. Hoeveel scrap metal was je daarvan nodig? 8. Ik heb 8 scrap metal, mooi. Ik heb precies 8, 9 nu. Dus ik heb genoeg voor een opslag, genaamd barbecue. Die auto's die hier in elkaar gespawnd zijn, vind ik zo mooi. Durability nog? Jee, nog scrap metal. Heb je al wat scrap metal of nog helemaal niks? Ik heb nog scrap metal, ja. Oké. Okay. Mooi, mooi. Dan moeten we alleen nog wooden planks hebben. Wacht hier. Uw auto zit... Onder de grond. Of wat? Ja. Nou, dat is toch al shit uitgehaald, man. Ja. Ik heb niks in die inventory zitten. Spark plugs en de batteries zijn er ook uit, dus. Oh. Dat die game het doet, jongen. Die game dat blijven wat, moet de game dat doen. Ah, ja, ik kom terug. Ik heb alleen geen fucking wooden axe meer. Jij loopt bovenop je beest, neem ik aan. Ja. Hokker. Wee, spring over dat fucking kuthek, jongen. Ga weg, kuthek. Je kunt er alleen met Samvo erover springen, zo'n beetje. Ja. Of met heel veel geluk. Heb jij nou barbed wire? Huh? Heb jij barbed wire? Voor je deur. 999. Ah oh nee, laat maar. Dat is een kuthek. Is mijn auto nog... Oké, okay, ja, we gaan dus ook niet meer in mijn auto. Ik kom niet meer in de buurt van die auto. Ja, ik kan geloof. Even kijken. Pipe, pipe, pipe. Dat klinkt heel fout als ik het zo achter elkaar zeg. Even broken metal item erin gooien. Oh ja, ik heb die pistol ook nog. Die gaan we komen smelten. Nee, de pistol doen we zo. Wacht. Eerst ben jij. Een beest. Is die beer al weg? Ja of nee? Dood. Is die dood?
Kun je de deur eens open doen? Maar open, we weten kolen. Toch wel? Dan gaat iedereen ons zien trouwens, dat is niet handig. Nee, laat maar dan. En doe even de deur op. Ik had al zo vermoed dat het die code was trouwens, maar... Dit is een overval. Waar heeft het dus op buiten? Maar gaat dan niet. Oh, dat is toch echt iets te rommelen. Ah, die deur is niet van. Jij. Geen. Ah, die deur is echt inderdaad kut. Klopt. Wil je blijven staan? Hallo. Zo, dat echo 3 keer. Jouw hoofd deukt in. En nou klapt hij naar achteren. In first person. Ben je aan het cheaten? Ja. Oh, ik zie dat niet. Je staat gewoon stil en ik zie bijna van achter lichtjes flikkeren. Ik heb nog 2 kogels. Maar het rare is, als ik in first person op jou schiet, dan gaat jouw hoofd naar beneden. Je? Nee, ik schiet niet. Nu schiet je. Nee. Gewoon die game aan het flikkeren. Maar ik schiet dus in first person op jouw bakjes. Gaat jouw hoofd naar beneden, kijk in third person, dan klapt jouw hoofd naar achteren. Fuck. En dat was scheef op je muur. Was de game. Dat was het. Jee. Dat wou ik even doen. Maar toch. Maar op zich wel mooi trouwens, zo'n hoge base. Ook niet slecht. En als dat zo'n fucking foundation is, je hebt... Oh nee, kut, je had er nog één. Welk? Je had er nog één. Die zat ook in die kist. Oh ja. Oh ja. God damn it. Oké, die pistol. Oh wow, TeamSpeak lag, dat is een hoer. Wat is het er tegenwoordig met al die fucking technologie die voor geen zak werkt? Barbecue. Waar is de barbecue? Barbecue. Gaan we even naar binnen, openen we de deur. Kistjes zijn nog niet weer. De verrassing. Barbeknooi. Oké. Okay. Wauw, dat is fucking laggy. Aha, laggy inderdaad. Crowbar erin, crowbar erin. Ja, TeamSpeak, lief bezig. Scrap metal er even in. Koffie ook maar even. Oh, ik kan beter de crowbars meenemen. Gewoon alles kapot slaan. Zoals ik kan. Oké, dus dat. De rest even overzetten. TeamSpeak komt zo wel tot leven als het goed is. En anders doet TeamSpeak dat niet. Ook goed. Kom ik zo achter. Oh wow, hoeveel mensen zitten in de TeamSpeak mee? Wow, oké, wacht even. Even mijn dingen overzetten. Yay, TeamSpeak is gefixt. Nu alleen nog fucking wooden axe vinden. Maar wat ik eerst ga doen, ik heb trouwens alle crowbars meegenomen, naar alle 4. Ik ga eerst gewoon continu scrap metal farmen, zoveel als ik kan. Ik heb een barbecue binnen in mijn hutje staan, dus het zal nooit meer kapot gaan of desinken, zeg maar. Aangezien ik een barbecue heb nu. En die niet despawned en de items erin ook niet. En ik ben bang om in die auto te gaan, maar aan de andere kant wil ik juist in de auto stappen, maar dat doe ik straks wel een keer. ik flikker straks echt alles wat ik heb. Ik ga gewoon als naakt mannetje in die auto zitten met een battery en spark plug. En dan geef ik dan wel gas. Ja, inderdaad. Kijken wat er gebeurt. Straks vlieg ik heel hoog naar de lucht in ofzo. Dan ga ik me eigenlijk wel doodlachen, man. Dat is toch mooi, hè? Eigenlijk wel, ja. Spaceship. Maar ja, ik ga nou dus hier bij al deze auto's gewoon blijven slaan met de fucking crowbar totdat ik scrap metal heb. Gewoon met alle crowbars. Maak gewoon alles op. For fuck's sake, game. Ik kan weer niet slaan met crowbars. Mijn crowbars zijn weer naar de tering. Ah, nou wel. Ik kan opeens slaan. Mooi, scrap metal. Eén slag, scrap metal. Hallo. Ayo. Ik heb al 3 scrap metal. Yay. En het ergste is, ik heb dus een hele mooie wooden axe, die heb ik daar gedropt. Hè. Daar waren er 2 bij dat ene plekje. Ik probeer terug naar daar om te gaan, hè. Ja. Ik heb er ook 4 laten liggen. En dan met de auto.
Dat doe ik zo meteen wel met de auto. Als er een explosie is, weet je waarom in mijn base. Als er opeens mijn hele base weg, dan ga ik wel janken. Duurt lang. Soms heb je het echt in één keer en de andere keer dan moet je echt zo fucking veel slaan. Ja. Even neus. En ik weet eigenlijk ook niet eens een cabin wel werkt. Ja, die werkt. Oké. Okay. Kom op jongen, blauwe scheidauto. Ah, zo leuk dingen hitten. Best gameplay ever. Op zich zit qua dat wel veel in de game allemaal. Als je kijkt naar andere games, zoals Grav, leek mij ook een leuke game. Het is een soort No Man's Sky. Ik weet niet of je daarvan hebt gehoord al, die game. Ja. En dat zijn allerlei planeten die gewoon allemaal randomly generated zijn. Met allerlei monsters erop en een soort van dino-achtige dingen. En dan vliegen met een spaceship doorheen, je hebt wapens en dan bla bla bla. Als eerste is het wel een coole game. Die komt volgens mij in eerste instantie alleen voor PS4 uit en daarna ook een keer voor PC. En Grav lijkt er eigenlijk verdomd veel op, vond ik. Het eerste dat ik zag, denk ik, wait, what, is dat No Man's Sky? Maar dan onder een andere naam. Maar het is gewoon een andere game. Die heeft ook base building er wel in. Maar dan is het echt puur mine. Was het? Iets van meteorietachtig spul. Mine bomen en mine dat. En daar kun je van alles mee bouwen, bases. En dan is het gewoon klik klaar. En dat is alles wat in die game zit op het moment. Maar daar vragen ze ook iets van 20 euro voor. En meer kun je niet doen. Je loopt een stuk, het is fucking laag FPS en shit. Daarom heb ik hem nog niet gekocht, man. Leek me op zich wel een leuke game. Gewoon qua game zelf, man. Er zijn wel veel meer games die echt belachelijk duur zijn. Grass Simulator ook, die 7 of 8 euro. Ah, nooit daarom. Kijk nou, Blob from Space, dat is net zoiets. Ja, wat kost die? 5 euro? Ja, 5 euro nog wat, volgens mij. Geen idee. Veel in ieder geval, voor wat het is helemaal. Oh, ho, 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 help, 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 hondje, 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 hondje. Ik kom er aan, zometeen. Waar is het hondje? Oh, ik was iets verder, ik loop nu terug, zo. The fuck? Ik zit wel rond en kijk, maar ik zie jou niet. Ja, kom maar aan. Ik ben nog 50 meter of zo weg van het ding. Langs de voor achterkant, in de wijn. Oh, ik hoop opeens, wauw, wauw. Miauw, hoor ik. Oké, vuisten time. Kom maar hier, Wolfja. Oh, je hebt niet zoveel HP meer natuurlijk. Oh, 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 oh. Wow. Heb je nog veel HP? Kom eens hier, Wolfje. Nog 18, 15. Oh, komt goed. Ik 94. Oh, dat Wolfje rent hard opeens. Dat kan ik niet bijhouden. Oh, Fifi, rustig. Hij piept, dus dat is een goed teken. Hij heeft au. Dat was op mijn been. Was dood, jongen, kutdier. Aha. Je is een slut, jongen. Dank u wel. Je blijft. Nu ben ik terug bij F. En dan heb ik nog 8 AP. En ik heb 95% AP. Dat is bij mij bijgekomen. Niet mooi. Op scrap metal heb ik nu al 15. Oké. Okay. Oh, er komt een zombie aan bij mij. Waar? Die staat naast mij. Naast het busje waar ik aan het slaan ben. Auw, hoe de fuck hit die krenk? What the fuck? Hoe de fuck? Loop je zo snel? Laat maar eens met rust, jongen, kutzombie. Ik ben dat busje aan het slaan voor scrap metal. Ga wat anders bij. Hij rent gewoon dwars door die bus heen, door de hoek heen, tenminste. Voor mijn gevoel. Ha! Nou weet hij niet wat hij moet. We staan aan overgestelde kanten. Loser. Oh, opeens heeft hij doorgekregen wat hij moet doen. Auw, ik heb 80 HP. Ik ben het bloeden. Help! Kom naar de andere kant, loop naar de andere kant. Help! Help! Alhoewel, nee, ik kan beter net zo. Oh ja, ik heb mijn pijl en boog. Oh, ja, ik blijf wel rondjes lopen.
Het is een soort shooting range. Oh ja, die komt onder mij. Oh, rennen. Nee. Ik was nog aan het dodgen. Zombie blaak, kom hier jongen, ren niet zo snel. Kut. Hij gaat sneller. Nee. Ik kan niks doen. Er is nog een wolf, niet naar links. Oh. Oké, wacht. Ik open Sanfo's deur en dan ren jij de beest binnen. Oh. Allebei lief doen. Ik heb nog 4 HP, jongen, help. Ik ren. Sanfo's deur is open. Oh, dat is echt herkend. Oh. De wolf zit vast. Jee. Geen pijlen meer. What the fuck? Hij glijdt onder. Oh, what the fuck is die allemaal aan het doen, die zombie? Ik ben nog steeds aan het bloeden, blijkbaar. Oh. Auw. Wat een wolfje ook is doorgaan, heb jij nog pijlen boog? Of niet meer? Nee, ik heb geen pijlen meer. Ik ben die kont aan het bitch slappen. Wat? Die kont? Die hond. Of ze kont aan het bitch slappen. Wat was die code nu weer? 4561. Ah, 4561. Maar die wolf is al bijna dood. Wolf is down. Wolf is dood. Ik ben nog steeds aan het bloeden. Waarom bloed ik nog steeds? Hij heeft ook geen kistje meer, toch? Nee, dat is ook weg. Nog steeds. Ja. En is dat ding hieronder... Ah, zijn stash hieronder is ook weg. Ah. Het is gewoon elke stash dus. Ik ben nog steeds aan het bloeden. Waarom ben ik nog steeds aan het bloeden? Omdat ik geen drinken meer heb. Wacht, ik moet even naar mijn eigen ding toe. Slaat jij alles af, Sanfo? Ja. Dan ik even naar mijn eigen toe, want ik moet drinken en eten hebben. Oh ja, ga voor zijn deur zitten. Oh, stomme character, jongens, daar is. Zijn character dom aan doen. Hallo, barbecue. Daarom, barbecue is het veiligste. Weer wat geleerd. Wil je veilig je spullen bewaren? Pak een barbecue. Game, stop ik nou ook met bloeden, denk u? Je moet zelf afsluiten bij Sanfo, krijg zijn deur niet, hoor. Nou, ik zal zo kijken. Misschien dat maar wel. Ik heb die nog niet op open gedaan met de kolen. Ah, oké. Is goed. Ik zal zo kijken. Of het maar lukt. Ik heb in ieder geval de crow. Ik ga een crowbar omsmelten. Kijken of ik daar ook 2 metal dingen van krijg. De crowbar heeft een durability van 32 namelijk. Dus dan kun je het nou wel testen, toch? Dat is handig. Nope, krijg je maar 1 metal bar van. Dus dat maakt niet uit. Je kunt net zo goed doorslaan. Totdat hij op is en je een broken metal item hebt. Het is wel een beetje overdreven om heel veel barbecues te maken, misschien. Maar... Aangezien die werken. Yay, en weer terug. Ik ga weer terug naar die ene plek toe. Ik heb eten en drinken binnen, dus... Kunnen we verder gaan slaan? Jij! Wat leuk. Hey. Nog meer scrap metal. En dan kijken of ik wel of niet kistjes ga maken. Aangezien dus alle stashes waren weg, zei je in principe. Ja. En bij mij zit er nu 1 kistje, man. Ja. Maar ik zit ook wel aan te denken om gewoon weer die kistjes te maken, maar. Dat was wel het makkelijkste, die kistjes. Ja. Maar ja, als die ook die spawn is, dat kut. Daarom zeg ik, zijn met de belangrijkste dingen, zoals metal, ga ik dan in de barbecue steken. Eten en al dat spul, dat mag allemaal in die kistjes. Als tenminste de barbecue niet despawnt. Want, ik heb wel veel gelezen en gehoord, zeg maar, dat het barbecue eigenlijk het beste, of het handelste is, dat je die toch hebt om gewoon in te storen. Als je plek tekort komt. Maar ja, misschien hebben ze dat gefixt. En die spawnt daar nou wel spul in. Zou kunnen. Dat zou kunnen. Kun je beter een paar dingen erin leggen voor een nachtje of zo? En dan alle metal op je momentje zelf meenemen? Ah, dat doe ik sowieso nu. Ik heb 22 metal shards. Shard metal. Oké. Crap metal. 1 metal sheet en 3 shards. Oh. En 4 bars. Kijk aan.